Hallo mensen van Doe Maar Gamen, leuk dat jullie kijken naar deze video. In deze video ga ik met jullie Terraria spelen. En dit is, oh mijn god, ik moet natuurlijk niet doodgaan. Dit is eigenlijk de tweede keer dat ik Terraria ga spelen. Maar de vorige keer heb ik de video maar weer privé gezet. Want die video vond ik naar mijn mening niet goed genoeg. Ik had die video namelijk een beetje tussen neus en lippen door opgenomen. Ik kende de game nog niet, het was gewoon naar mijn mening een kut video. Dat heeft iedereen denk ik wel eens als YouTuber, dat je een video opneemt en dat je er achteraf toch niet zo tevreden over bent. En dan kun je het beter opnieuw doen. En dan gewoon dat een paar mensen het hebben gezien. Want die video was in totaal, denk ik, 50 keer bekeken. Viel dus nog mee. Dus dit is voor mij, denk ik, de kans om gewoon nog eens even te kijken wat jullie ervan vinden. Ik wil namelijk ook nog wel weer wat meer andere games gaan spelen als Minecraft. Schrik niet, ik ga sowieso elke dag Minecraft uploaden. Absoluut. Want door de tijd heen ben ik toch echt wel bijna Minecraft kanaal geworden. Ik zeg niet dat ik dat heel erg vind. Maar ik wil er natuurlijk sowieso nog wel één andere game bijhouden. En om nu al in één keer tegen jullie te zeggen van er komen allemaal andere games. Dat vind ik een beetje te veel in één keer. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Waarom doe ik niet gewoon Terraria? Want Terraria is eigenlijk een soort van Minecraft, maar dan tweedimensionaal met heel veel items. Dus ik dacht van, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon eens even kijken wat jullie dan van vinden. Of jullie dit leuker vinden als Pokémon. Of ik ben benieuwd. We zullen het vanzelf wel zien of jullie dit leuk vinden. Ik hoop het wel, want ik ga me gewoon mijn best voor doen. Om er een leuke commentary van te maken. Uiteraard met facecam, want dat doe ik eigenlijk altijd bij indie games. En ik kan jullie wel even in een beetje grof uitleggen. Om bij wijze van spreken even in grote lijnen uitleggen wat Terraria is. Terraria is eigenlijk Minecraft, maar dan tweedimensionaal. Je moet hout verzamelen, je moet resources verzamelen. Je moet een huis bouwen. Je moet proberen zo lang mogelijk in leven te blijven. En zoveel mogelijk dingen te verzamelen. Dat is eigenlijk een beetje het doel van Terraria. En er waren heel veel mensen tegen mij zeiden van, ja joh, Project Minecraft, jij doet ook Terraria, fuck jou, je hebt het genakt. Terraria is mij aangeraden door heel veel kijkers. Ik wist niet eens wat Terraria was. Ik ken het pas sinds 3 dagen. En dat komt erdoor omdat mijn mailbox echt helemaal vol werd gespamd van... Ik heb geloof ik een tijdje geleden heb ik een video gemaakt van... Jongens, hebben jullie nog leuke games die ik zou kunnen spelen? Stuur het naar mijn mail. Er zijn er heel veel mensen die zeiden van... Ja, je moet Terraria doen omdat het erg lijkt op Minecraft. Nou, toen dacht ik van, nou oké, dat zou in principe wel een idee zijn. Het lijkt op Minecraft, dat is een voordeel, want heel veel mensen vinden Minecraft vet. Dus toen heb ik het maar gekocht. Dus bij deze heb ik dus Terraria. En weet je, het is dus aangeraden door kijkers. Ik wist nog niet eens wat het was. Jullie hebben aan mij gevraagd, of een gedeelte van jullie hebben aan mij gevraagd van... Job, zou je Terraria willen spelen? Dus snap jullie wat ik bedoel? Ik bedoel, ik heb dit zelf... Als jullie mij niet hadden meegegeven, was ik er zelf waarschijnlijk nooit achter gekomen wat Terraria was. Ja, misschien wel een keer door vrienden of zo. Maar zelf wist ik niet eens wat Terraria was. Dus dat wou ik jullie even meegeven. Dat jullie niet hoeven te denken dat ik het heb genakt van andere YouTubers. Want ik kende het zelf nog niet eens. En ik heb het leren kennen door jullie. Omdat ik van jullie had gehoord dat wel wat was voor Doe Maar Gamen. Dus bij deze Terraria, ik hoop dat jullie het vet gaan vinden. Ik ga het gewoon lekker spelen en ik hoor vanzelf wel, of ik zie vanzelf wel in de comments wat jullie ervan vinden. Stel voor je vindt het niet leuk, dan hoef je geen dislike achter te laten. Laat ook geen like achter, laat het gewoon lekker voor wat het is. En misschien wordt het wel geen serie, ik ga gewoon kijken wat jullie ervan vinden. Maar nu even op de game gericht, wat moeten we doen? We moeten gewoon eerst even proberen een huisje te maken. Want in Minecraft is het zo, dat als je geen huisje in het begin hebt, dan is er nog niet zo heel veel aan de hand. Maar ik kan je vertellen dat als je bij Terraria geen huisje hebt s'avonds, dat je dan best wel screwed bent. Want ik heb het dus een paar keer gespeeld en dan ben je gewoon fucking dood als je dat niet hebt. Dus we moeten een beetje uitkijken met wat te doen. Dus wat ga ik doen? Ik ga eerst even wat hout pakken, want dan kunnen we dat gaan gebruiken voor een huisje. En dan zou ik eventueel daarna nog even kunnen kijken of ik aan wat eet. Is dat trouwens zo met Terraria? Moet je eten hebben? Ik geloof het niet. Nou ja, het is... Holy fuck. Dat was heel apart. Doe je konijntje. Holy shit. Ja, we gaan gewoon even wat dingetjes meenemen. We gaan gewoon even wat resources verzamelen. Zodra we een huis hebben natuurlijk. En de episodes van Terraria ga ik wel lekker lang maken. Want hetzelfde met Terraria is, het is een vrij grote game. En als je episodes maakt van 5 minuten of 6 minuten, doe je het wel. Dus zeker weten een kwartier. Dus ik hoop dat jullie dat vet gaan vinden. En ik hoor het wel, ik zie het wel in de comments. Dus laat natuurlijk even een groen duimpje achter als jullie het leuk vinden. Zou ik hartstikke waarderen. En ik ga ondertussen nog even verder. Heb ik trouwens een pickaxe? Ja, die heb ik hier. Mooi. Die ga ik even stone meenemen. Ik zou eventueel een huisje kunnen maken van stone. Dat is geloof ik wel een plan. Maar we kunnen het ook gewoon doen van hout. Je kunt geen wooden planks maken trouwens. Maar het craften in Terraria is geloof ik wel heel erg makkelijk. Veel makkelijker als in Minecraft. Dus dat is wel chill. Je kunt echt vele verschillende soorten dingen maken. Wat ik wel even ga doen. Ik ga even proberen zoveel mogelijk hout te pakken. En al die slimes die je trouwens ziet. Die, ik weet niet hoe je het kunt noemen. Maar die rare dingen. Dat zijn de vijanden. Die moet je niet aanraken. Want die maken je dood. En dat zijn eigenlijk de dingen die heel erg vervelend zijn. En daarom moet je eigenlijk ook wel even een huis hebben. Want die dingen zijn echt heel erg vervelend. Dus vandaar. Natuurlijk kun je ze gewoon killen. En je krijgt er geloof ik ook nog spul voor. Een zwaardje erbij pakken. Zo.
Maar in ieder geval, laat gewoon even in de comments achter of jullie tips voor mij hebben. Of jullie het leuk vinden. Ik ben hartstikke benieuwd. En het is tweedimensionaal alleen. Je hebt heel veel eindbazen. Je hebt heel veel items die je kunt krijgen. Ik speel met een large map. Dit is dus de map, zoals jullie kunnen zien. Ik zit dus nu al in een groot gedeelte voor mijn gevoel. Terwijl dit een map is. Dus dan weten jullie ook een beetje dat het enorm groot is. Dat is best wel vet, naar mijn mening. Ik vind het wel leuk. Lekker veel te ontdekken dus. Dat is best wel grappig. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En daar heb je een hartje. En ja, je moet natuurlijk niet doodgaan. Want als je doodgaat, zijn al je munten weg. Tenminste, je kunt kiezen welke modus je doet. Je hebt geloof ik soft mode, je hebt medium mode en hard mode. En als je in hard mode doodgaat, dan ben je in één keer al je items geld kwijt. En dan is je wereld geloof ik weg. In medium mode ben je al je items en geld kwijt. En in soft mode alleen je geld. Dus ik begin met soft mode, want ik ken de game nog niet zo heel goed. Ik heb het denk ik 3 keer gespeeld of zo. Dus ik ken het nog niet goed. Oké, nice. Die gaat heel moeilijk dood geloof ik. Daar heb ik eerder mee te maken al. Die gaan geloof ik echt heel erg moeilijk dood. Maar ik geloof dat je er ook wel veel spullen van krijgt. Als je ze... Oh, come on. Come on. Ja. Ik wil kijken wat ik van hem krijg. Want hij is best wel gay eigenlijk. Nou, ook. Maar hij is ook best wel groot bedoel ik. Oeh, ik moet natuurlijk niet doodgaan nu, hè. Come on. Ja. Yes. Wat krijg ik nou? Een copper coin. Ik ben alweer bijna dood. Dus ik moet een beetje uitkijken. Maar ik ga ze wel even killen. Want die dingen die zijn vreselijk irritant. En holy fuck, ik heb nog maar 1 leventje. Zo. Maar nee, het is dus wel wat anders als Minecraft, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer, maar dan een stuk uitgebreider. Het is eigenlijk een soort ticket, maar dan tweedimensionaal. Alleen kun je geen machines bouwen, maar bouw je andere vette dingen. Dus geen machines voor de mensen die dat nu allemaal gevraagd hebben. Joh, ticket, oh dat is vet. Nee, het is geen ticket. Soort van. Maar nee, we hebben dus eerst heel veel hout nodig. Dat is gewoon puur om het feit dat we dus even een huisje moeten gaan bouwen. We hebben nu 140 hout, zowat. Best wel veel, dat is best wel lekker. En ik kan het ook multiplayer misschien een keer gaan doen met Job of zo. Als Job het ook hebt, zou ik wel voor hem fixen dat hij het ook krijgt. Lijkt me wel episch. Dan ga ik het misschien een keer samen met iemand doen als jullie dat leuk vinden. En laat gewoon even een groen duimpje. Dat zou ik heel erg tof vinden. En als jullie hier veel groene duimpjes op achterlaten, motiveert mij dat ook om andere games op te nemen. Zoals bijvoorbeeld Minecraft. Want ja, dat is zo super tof. Oké, come on. Nice. Ja, hij moet even dood. Dit is echt een hele grote bel, man. Niet normaal. We hebben nu in totaal 202. En het enige wat ik even moet weten van jullie is hoe kun je de achtergrond van iets maken. Want als het goed is, kun je ook bijvoorbeeld de achtergrond van een huisje maken. Alleen ik weet nog steeds niet hoe dat moet. Maar dat moet wel kunnen. Dus je zeg maar bijvoorbeeld een achtergrondmuur maken van steen. Oh nee, het wordt nacht. Het wordt nacht. Het wordt nacht. Oké. Ik zou je vertellen dat als je in de nacht in Terraria dus buiten bent. Dat dat echt een nutteloze quest is dus. Laten we even snel dit even helemaal weg gaan hakken. Momentje. Kijk, zoals jullie kunnen zien. Bouw ik even een beginnetje. Oh nee, hij gaat er toch nog over. Come on. Kijk. Hier kunnen ze dus niet meer overkomen. Nu, dat is mooi. Dan pak ik even mijn bel. Of even mijn pickaxe, sorry. Dan pak ik heel even wat van die dingen weg. Of eerst even die. Zo. En dan moet ik hier ook even een muur maken. Ik hoef mijn huis niet al te groot te hebben. Maar wel groot genoeg. Dat er in ieder geval geen mobs achter me aan kunnen komen. Zo. Wacht even. Dit is echt kut. Dit is best moeilijk, kan ik je vertellen. Als je Terraria niet kent, google het even. Of ga gewoon deze serie kijken. Dan kom je er vanzelf wel achter. Maar dit is dus eigenlijk gewoon tweedimensionaal Minecraft. Met iets meer opties en iets meer mogelijkheden. En ik denk dat wel leuk is. Want ja, meer opties en mogelijkheden is namelijk altijd wel leuk. Want dan heb je dus meer dingen die je kunt gaan doen. Maar wat belangrijk is bij Terraria is dat je eerst even een huisje maakt. En ja, ik heb al zo goed als een huisje. Ik hak eerst nog even de bomen weg. En ik geloof dat die slimes niet over kunnen. En misschien zien jullie het al wel. Er is daar koper. Of tenminste, ik weet niet of jullie weten dat het koper is. Maar het is dus koper wat jullie daar zien. Dat glinsterende bruine spul, bij wijze van spreken. Dat is koper. Dat kun je oppakken en dat kun je gebruiken om bepaalde dingen mee te maken. Je kunt er munten van maken, geloof ik. En je kunt er armor van maken. Je hebt echt heel veel verschillende soorten armor. In Minecraft heb je er geloof ik 4 en hier heb je er 8. Minecraft, we denken 4, toch? 5. 5 of 4, maar ik weet het niet zeker. Als je chain er niet mee telt, hè? Want chain, dat gebruik je eigenlijk nooit. Want dat kun je ook amper krijgen. Maar hier heb je echt vele verschillende soorten armor. Dat is best wel episch. Dit weghakken zo. Come on. Ik hak het geloof ik niet eens weg. Nee, ik hak het niet eens weg. Nou ja, wat gaan we doen? We gaan eerst even wat dirt pakken. Even de dirt hier weghalen. Dat ziet er natuurlijk niet uit. En dan ga ik dit weer even dichtmaken zo. Hoppakee. Even een vloertje. Come on. Kijk, dit is wel moeilijk eigenlijk. Je moet echt... Zo, oké. Wat gaan we doen? Laten we maar gewoon eens even een dakje gaan maken, denk ik. Laten we dat eerst maar even gaan doen. Alleen het is kut dat je niet... Dat je maar op een bepaalde hoogte kan... Kijk, dat bedoel ik. Hij wil... Come on.
Oh, episch. Wat nou als ik gewoon even hier... dit zo even neerzet. Dan kan ik er makkelijker bij. Zo. Hoppakee. Kijk, daar maak ik even een dakje. Heel erg basic hoor, voor de mensen die het al opmerken. Het is echt heel erg basic. Zo moet je eigenlijk ook wel beginnen, naar mijn mening. Gewoon lekker basic huisje bouwen. Niet al te moeilijk doen nog. En later kun je het altijd nog opbouwen. Zo. Hoppakee. Op, op, op. Kijk, ik begin gewoon even met een dakje, want dat is wel handig om te doen. Hop, 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 hop. En als we dat af hebben, dan kunnen we verder gaan. En je moet onder zoveel tijd moet je sowieso even gaan minen. Want je moet natuurlijk ook wel resources meenemen. Dat is dus zeg maar, resources zijn dus zeg maar dingen zoals coal en shit. Want dat kun je dus ook allemaal vinden. Dus zeg maar een beetje hetzelfde als Minecraft. Ik weet trouwens niet wat eerder is gekomen. Minecraft of Terraria. Ik denk Minecraft, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik weet niet, ik ga ook niet zeggen wat ik leuker vind. Want ik ken dit nog niet zo goed. Dus ik kan mijn mening er nog niet zo goed over geven. Maar ik denk wel dat ik dit leuk vind. Of dat ik dit leuk ga vinden. Als jullie het leuk vinden, vind ik het meestal altijd al wel leuk. Maar ja. Jullie zijn mijn kijkers en jullie van fucking awesome allemaal. Dus ja, vandaar. Oké. Okay. Eerst even die. Oh, ik deed shift ingedrukt. Dat kan niet. Oké, maakt niet uit. Oké, ik ga even al mijn hout teruggaan. En we hebben nu eigenlijk een soort van huisje. Zoals jullie misschien wel zien. Heb jij samen voor de deur zombies. En wat ook wel een grappig feitje is. Is dat er ook zombie apocalypsen kunnen komen. Dus er kunnen ook een bepaalde zombie plaag kan er komen. En er zijn echt, dat is echt gruwelijk vet naar mijn mening. Wat ik even moet gaan maken is een deur. Dus die dingen moet ik ook even hebben. Ik moet heel even even een workbench gaan maken. En dat is heel erg makkelijk, want je moet dan escape. En dan zie je hier al een workbench. Die heb ik nu. Oké. Die zet ik dan gewoon even hier zo neer. Hier. Waarom zet ik hem... ik kan die workbench niet eens neerzetten. Oh zo, hij is neergezet. Vet. En nu kan ik meer dingen craften, omdat ik dan zeg maar een workbench heb. Zo kan ik bijvoorbeeld fences kan ik craften. Ik kan een stoel craften, een deur. Nou, een deur heb ik sowieso nodig. Can be placed. Oké, vet. Een deur heb ik nodig. Twee deuren kan ik van buiten en van de andere kant erin. Wat ik ook nodig heb zijn deze dingen. Voor de mensen die weten wat dat is. Dat zijn dingen waarbij je zeg maar heel erg makkelijk naar boven en naar beneden kan. Of is dat geen... oh, dat is een tafel. Nee, dat is niet goed. Nou, heb ik een tafel. Leuk. Nee, die bedoelde ik niet. Ik bedoelde... zijn dat deze? Ja, wooden platform. Daar heb ik heel veel voor nodig. Met 10. Oké. Heb ik nog hout over? Oh, ik heb nog 170 hout over. En dan kan ik nog torsjes maken. Zo. Ook even mee. Kan ik even zo lekker hier zo plaatsen, weet je wel. Dan heb je een beetje licht in je huis. Want je moet natuurlijk wel een beetje licht hebben. Zo. Nou, ons huisje die begint er al ergens op te lijken, moet ik zeggen. Wat we nu even gaan doen. We gaan nu even een beginnetje maken aan onze mine. Want die zombies, die zoals jullie kunnen zien, die zijn een beetje... die zijn lekker bezig. Ja, ik kan eventueel daar snel een deur neerzetten, maar... moet ik heel snel switchen, denk ik. Ik ga even kijken of het kan. Heb ik even een deur, die heb ik hier. Dit weg. Oh nee. Oké, gelukkig. Ik moet gelijk 3 erbij pakken zo meteen. Hoppakee. Kijk, zoals jullie kunnen zien, heb ik nu een deur. En ik geloof dat ik die gewoon kan openen. Met de rechte muisknop kan ik hem dus openen. Dus ik heb gewoon een mooi deurtje in mijn huis alvast. En ik moet alleen even weten hoe je de achtergrond kan maken van iets. Hier moet ik eigenlijk ook even een deur hebben. Maar ik ben eigenlijk best wel bang. Ik wil even eerst een deur erbij pakken. Oh, hij kan die deur openmaken. Serieus? Hoop ik niet. Nee, 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 nee. Nee. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat wou ik niet. Ik wou alleen... nee, dat wou ik echt niet. Oh. Zo, snel. Wat moet ik doen? Ik moet een deur neerzetten. Eerst die weghakken. Dan een deur. Zo, ik wou net zeggen, wow, dat ging bijna verkeerd. Oké, we hebben nu dus 2 deuren. We hebben de meeste dingen hebben we. Dus nu moeten we gaan beginnen aan onze mine. Want als je geen mine hebt, dan kun je dus niet gaan mine. Dan kun je geen resources verzamelen. Zo, ze kunnen niet naar binnen, toch? Nou, weet je. Ik geloof het niet, maar... ik durf het niet zo te zeggen, want ik weet het dus niet zeker. Kijk, ik kan dan zeg maar dit doen. En ik ga jullie laten zien wat ik dus, waarvoor ik een wooden platform nodig had. Die ik dus net heb gemaakt. Daar had ik er dus 10 van gemaakt, geloof ik. En dan gaan jullie nu laten zien waarom. Want als je dan een wooden platform hebt, die heb ik dan in dit, op dit moment heb ik hem hier zo zitten. Dan kun je die, die kun je dan hier zo neerzetten. En dan kun je zo mooi naar boven springen. Hier ook even 1. Zo. Kijk, dan kun je heel makkelijk naar beneden en naar boven. Onder zoveel tijd moet je wel even een torsje neerzetten voor licht. En dan, ja, zo kun je lekker
ga beginnen met minen. Nou, ik ga hier de episode afsluiten. En de volgende episode gaan wij beginnen aan het minen. Dan gaan wij dus hier even naar beneden. En in de mine zitten ook heel veel mobs. En er zitten allemaal chests en fucking vette dingen. Dus bedankt voor het kijken. De volgende episode gaan we lekker verder met Terraria. Vinden jullie het leuk? Laat een groen duimpje achter. Deel deze video met je vrienden. Dit zou ik hartstikke waarderen. En tot de volgende keer bij een nieuwe episode van Terraria. Doei.